We zijn hier in Pathé Arena in Amsterdam voor de première van Despicable Me 2, oftewel Verschrikkelijke Ikke 2. We hebben heel veel mensen voor de microfoon gehad, dus blijf lekker kijken naar ons report. Verschrikkelijke Ikke 2, wat vond je ervan? Ja, ik vond het super goed. Ik vond het een leuke film en heel grappig. En het is zeker een aanrader om naartoe te gaan. Welk karakter vond je het leukst? Eigenlijk die kleine wezentjes. Ik weet niet hoe ze heet. Minions. Die vond ik wel het leukst. Lachen, ja. Ja, echt grappig. Al die geluids en zo en schattig. En, ja, ik hou er wel van. En lijkt het jou ook nog iets om een keer een filmrol in te spreken, zoals Britt en Imke bijvoorbeeld hebben gedaan? Ja, dat lijkt me zeker leuk om in de toekomst te gaan doen. Bips. I Love To is je nieuwste single. Waar gaat het liedje over? I Love To is mijn nieuwe single en het gaat over dat je twee jongens leuk vindt en de ene is dat en de andere is die. En in het nummer zing ik ook van wat moet ik nou kiezen? Ik vind ze allebei leuk, dus daar gaat het eigenlijk een beetje over. Oké. Okay. En het is natuurlijk heel anders weer dan Boomerang daarvoor. Wat vind je zelf nou het leukste? Ik vind Boomerang ook leuk en I Love To ook wel leuk. En ja, ik vind eigenlijk alles wat ik doe leuk. Dus anders zou ik het ook niet doen. Nee, ja. Dus ik kan eigenlijk niet, het is net of je moet kiezen tussen je kinderen. Ja. Ja. Ik kan geen keuze maken. Ik vind alle muziek die ik maak goed en leuk. Ja, wat is nou de grootste ontwikkeling die je hebt gemaakt tussen Boomerang naar I Love To? Wat is het grootste verschil? Boomerang was eigenlijk een beetje de overschakeling wat ik verder wil gaan doen in de toekomst. En dat is meer richten op volwassenheid. En ik wil mijn muziek heel graag zo internationaal mogelijk neerzetten. Dus ja, ik vind dat de omschakeling naar Boomerang en I Love To vind ik wel goed gelukt. Oké. Okay. En wat ga je komende zomer allemaal doen? Heb je gezegd op festivals? Volgende week donderdag sta ik op You're In Beach en dat is in België. Oh, en 6 juli volgens mij sta ik op Alles Kids in Drenthe weer, net als vorig jaar. Dus dat wordt weer super leuk. En ik ben natuurlijk bezig met nieuwe dingetjes in de studio op te nemen. En ik kan je al vertellen dat het super gaaf gaat worden. Dus okay. Ik ben benieuwd. Wanneer kunnen we dat weer verwachten? Ongeveer? September. Weer? Na de zomer, maar als mensen weer terugkomen op vakantie. Na de zomer, dan is iedereen weer thuis en weer achter de computer en dat soort dingetjes. Dus, okay. Ga je zelf nog op vakantie naar een warm land of zo? Nee. Ik blijf in dit regenachtig landje, helaas. Oké. Okay. Tot de volgende keer, dankjewel. Nou, dankjewel.